Bendegeweld in de regio neemt toe. Dit stelde hoofdcommissaris van politie Brian Isaacs gisteren tijdens een paneldiscussie van de Vereniging van Economisten met als titel Impact Criminaliteit op de Economie. De functionaris geeft aan dat hij enkele maanden geleden bilaterale gesprekken met zijn collega-korpschefs van de regio heeft gevoerd en de politietoppers de voornoemde conclusie ook trokken. Vuurwapengeweld toename binnen de regio, maar ook in het Caribisch gebied. Want die heb ik 4 maanden terug ontmoet. 25 korpschefs van het Caribisch gebied, waarbij we informatie hebben uitgewisseld. What's going on in uw jurisdictie, what city? Dus dit is om alleen om een beeld te scheppen. Ja, en als we kijken naar Jamaica, they are on top met bijna 1390 levensberoepingen voor het jaar. Dus de realiteit. Nogmaals, allemaal vereist een ander soort aanpak. De korpschef zegt dat de stijging in bendegeweld duidelijk te merken is in al de landen van de politiepartners. Hij verduidelijkt dat er veel informatie is uitgewisseld met de korpsen in de regio. Dus het is om alleen om een beeld te scheppen. Ja, en als we kijken naar Jamaica, die zijn on top met bijna 1390 levensberoepingen voor het jaar. Dat is de realiteit. Nogmaals, allemaal vereist een ander soort aanpak. En het gevaar achter het grensoverschrijdende georganiseerde misdaad is dat het ondermijnend is. En hoezo ondermijnen? Wat bedoel ik daarmee precies? Het tast de democratie aan. Isaac zegt dat de grensoverschrijdende misdaad zelf de corruptie in de hand werkt. De functionaris meent dat landen in de regio